weer deze nieuwe video en het is weer eens wat anders. Want vandaag ga ik jullie laten zien hoe je van een oude of een nieuwe 2,5 inch harde schijf een USB-stick als het ware kan maken. Dit is een oude harde schijf. Deze heb ik uit de oude laptop van mijn zus gehad toen ik daar een SSD in zette. Maar je kunt er ook een nieuwe SSD voor maken. En het is niet standaard zo, maar van elke laptop die in de afgelopen 10 jaar is gemaakt, vrij veel laptops, daar zit tegenwoordig een 2,5 inch harde schijf in. Dus stel je hebt een oude laptop die even wat langzamer wordt, zou ik zeggen, zet er een SSD in en gebruik dan je oude harde schijf als een USB-stick. Nou, wat je daarvoor nodig gaat hebben, is dus een oude harde schijf, wat me vrij logisch lijkt, en een adapter zoals je hier ziet. Ik heb deze uit China laten overvliegen. En niet echt uit China laten overvliegen. Maar ik heb deze van een Chinese site afgehaald. Het heet Deal Extreme. En als ik de link nog kan vinden, zal ik deze link naar dit exacte model in de beschrijving zetten. Nou, wat je verder gaat nodig hebben is een schroevendraaier of schroevendraaierset. En een mes om deze verpakking open te krijgen. Daar ga ik mee beginnen, want dat is als eerste hetgeen wat we nodig hebben. Zoals gewoonlijk heb ik weer eens moeite met de verpakking open krijgen. Wanneer zal dat nou eens stoppen? Wanneer gaan bedrijven nou eens slim spullen verpakken? Nou, zoals jullie hier zien, het doosje, het hoesje of hoe je het ook moet noemen, de behuizing is groen. Ik heb voor groen gekozen. Je kon voor blauw en groen kiezen als ik het goed heb. En ik vond dat groen er beter uitzag op de foto's. En op zich, hij ziet er inderdaad best leuk uit, deze kleur. Oké, hopelijk krijg ik hem er nu uit. Daar is de behuizing. Oh. Ik dacht dat dit een soort van rubber was, maar het is hard plastic. Oké, dat wist ik niet. Dat is dus goed om te weten voor jullie. Ik dacht dat dit een beetje rubber was. Zo zag het er op de foto's en zelfs hier in de verpakking nog uit. Maar het is hard plastic. Ik weet niet of jullie dit kunnen horen. Maar dat is het geluid van plastic. Dat hebben we nu uit de verpakking. Ik ga even kijken wat er verder nog in deze verpakking zit. Want hier is nog een doosje. Oké, wat er in dat doosje zat was een USB-kabel. En nogal een vreemde USB-kabel. En ik ga jullie laten zien waarom hij een beetje vreemd is. Het zal vast een reden hebben. Maar wat die reden is, ik heb geen idee. Er zitten namelijk twee gewone USB-poorten aan. Die zo aan elkaar gelinkt zijn. En een kleine USB-mini-poort. Die gaat in de behuizing. En ik denk eigenlijk dat om dit ding goed te laten werken, dat ze tegelijkertijd in je computer ingeplugd moeten zitten. Maar dat wil ik niet zeker. En er zit niet pas een handleiding bij. Want op de achterkant staat wel iets. Maar dat is niet bepaald een handleiding. Dus dat wordt even uitproberen. Maar goed. Verder zit er nog hier een zakje bij. Wat leer lijkt. Maar het zal niet echt leer zijn. Want daar was het ding te goedkoop voor. Maar mocht je hem mee willen nemen, dan heeft hij wat bescherming. En ja, het ziet er even wat smoother uit. En zoals gewoonlijk, als ik gewoon even verder had gekeken, dan had ik hier de handleiding gevonden. En wat hier allemaal op gaat staan, is dat de maximale capaciteit 2 terabyte is. Nou, ik verwacht niet dat jullie een 2 terabyte, 2,5 inch SSD of harde schijf willen gaan gebruiken als USB. En dat is vooral omdat die heel erg duur zijn. En ik ken niemand die een 2,5 inch USB, 2 terabyte USB stick nodig heeft. Maar goed, wat hier verder op staat, dat zegt iets over de USB snelheid. En alsnog niets over de twee USB-poorten. Maar goed, daar ga ik me even geen zorgen meer over maken. We gaan nu gewoon lekker proberen die
harde schijf hierin te monteren. Oké, ik heb hier dus mijn harde schijf en hier de behuizing. En uit de verpakking was hij al een beetje opengeschoven, leek wel. Dus ja, oké, nu is hij open. Hierin zie je, het is eigenlijk helemaal niks. Het zijn gewoon twee stukken plastic met een klein circuitje hierin. Met wat je hier ziet. Dit is de SATA-aansluiting. Hier, oh, dat valt er gewoon zo uit. Hier is de USB-aansluiting en hier is een klein ledje. Wat er dus waarschijnlijk voor gaat zorgen dat je kunt zien wanneer data wordt overgezet van, naar deze harde schijf. Nou, de installatie is eigenlijk heel makkelijk. Je zorgt dat je de SATA-poorten gelijk hebt. En dan klik je ze gewoon in elkaar. Die zitten nu in elkaar. En als het goed is, kan ik nu deze harde schijf hierin klikken. Zoals ik zei, als het goed is, ja, oké. Daar gaat hij. Dit lijkt nu onder heel veel spanning te staan. Alsof dit niet helemaal goed is gegaan. Nou, ik ga nu gewoon proberen de behuizing weer af te sluiten. Want misschien is het ook gewoon wel goed dat het een beetje gebold zit. Als ik de behuizing dicht krijg, weet ik dat het oké is. En ja, de behuizing zit dicht. Dus in principe is dat een succes. En ja, ik zei aan het begin van de video wel dat je een schroevendraaier nodig zou hebben. Maar dat heb je helemaal niet nodig. Sorry voor dat. Schroevendraaier hoef je dus niet te hebben. Die kun je gewoon weggooien. Wegleggen. Maar goed, hier heb je het. En alles wat je nu moet doen is je USB-kabel hierin aansluiten en deze op je computer. En dan heb je een nog best wel compacte, best wel grote USB-stick. Ik zal even de USB-stick pakken als vergelijking. Dit is een 4 GB USB-stick. Dit is een 32 GB USB-stick. Zoals jullie zien, het is niet bepaald de grootte van een USB-stick. Maar weet je, het is op zich ook weer niet zo heel groot. Op zich, ik heb op dit moment nooit zo heel vaak een USB-stick nodig. Maar ik doe nogal veel met video's, zoals jullie weten. En mocht ik een keertje meerdere bestanden aan video's mee moeten nemen ergens naartoe, dan is dit op zich best een goede oplossing. Want het is vrij compact. Je kunt het zo in een tas doen. En het is best wel wat opslag. Als ik nu een nieuwe SSD hiervoor zou kopen, ik koop 500 GB, dan heb ik gewoon een 500 GB USB-stick. Wat ik nog wel ga uitproberen is of inderdaad deze beide USB-poorten tegelijkertijd ingeplugd moeten zijn. Mocht dat het geval zijn, dan werkt het met sommige laptops niet. Ook omdat de kabel die ertussen zit heel kort is. Dus je moet echt twee USB-poorten hebben die vlak bij elkaar zitten. Maar goed, dat ga ik nog even uitproberen en dat vertel ik dan zo meteen nog even aan jullie. Oké, dan. Ik heb net even een test genomen. Eigenlijk twee tests afgenomen op mijn USB-stick. En wat daaruit is gekomen is dat je eigenlijk maar één USB-poort nodig hebt. Je hebt de lange kabel. Die direct van de USB-poort naar de kleine USB-poort gaat. En daaraan zit een klein kabeltje met een andere USB-poort. Als je de standaard USB-poort, degene die direct aangesloten is, in computer steekt, doet hij het gewoon. Het doet het helemaal goed. Alleen de snelheid is niet helemaal goed, zeg maar. De snelheid is een beetje laag. Lager dan een normale USB-stick. Maar zodra je allebei de USB-poorten in de computer steekt, wordt hij gewoon direct twee keer zo snel. In elk geval, dat is bij mij gebeurd. Dat kan misschien variëren met de schijf die je gebruikt. En als jullie een andere kopen, hoeft dit misschien überhaupt niet. Maar goed, bij mij hielp het dus om ze beide tegelijkertijd aan te sluiten. Dus dat zou ik nog even aan jullie vermelden. En verder bedank ik jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Ik zie jullie allemaal weer in de volgende video. Ciao. Hier is hij.
camera. Zoals ik al zei, 12 megapixel, waardoor het dubbel zoveel pixels, flitsen en nog een sensor. Knopjes en nog een knopje. En dit is dus de Edge. Dit is de S7 Edge. En nu heb ik de eer